Op de begroting voor het dienstjaar 2021 is er een tekort van ruim 6,7 miljard SRD, wat gelijk is aan 19,7% van het bruto binnenlands product. Dit gaf president Chandrika Prasad Santokhi vanmorgen aan tijdens zijn jaarrede. Na de verwerking van de nieuwe wisselkoers is de begroting voor het komend dienstjaar fors gestegen. Het totaal aan overheidsinkomsten bedraagt ruim 15,3 miljard Surinaamse dollars en de geraamde uitgaven zijn iets meer dan 22 miljard. Dat betekent dat er een tekort is van ruim 6,7 miljard SRD. Nader uitgesplitst bestaan de totale overheidsuitgaven voor het dienstjaar 2021 uit. Uitgaven, namelijk 4.880.800.000 Surinaamse dollar, terwijl voor een totaalbedrag bestrijken van 17.020.800.000 Surinaamse dollars. De operationele uitgaven hebben betrekking op de personeelsgerelateerde operationele uitgaven en kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries. Ten aanzien van de personeelsgerelateerde uitgaven gaat het met name om de kosten van lonen en salarissen en sociale premies. Met betrekking tot de overige operationele uitgaven wordt namelijk bedoeld de kosten van goederen en diensten, subsidies, bijdragen, schenkingen, kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen. Het staatshoofd ging in op de ontvangsten die de overheid verwacht voor het dienstjaar 2021. Worden deze onderverdeeld in de belastingen uit 1.990.200.000 Surinaamse dollar. Indirecte belastingen 5.829.400.000 Surinaamse dollar. Niet belastingontvangsten 3.618.800.000 Surinaamse dollar. Donormiddelen dragen 132.300.000 Surinaamse dollar. Het totaal van de belasting en niet belastingmiddelen komt uit op 10.547.400.000 Surinaamse dollar. Meneer voorzitter, graag overhand ik u hierbij de begroting van 2021. Dat was president Chandrika Prasad Santokhi die vanmorgen de jaarrede uitsprak op het Onafhankelijkheidsplein. Het begrotingstekort voor het dienstjaar 2021 is ruim 6,7 miljard SRD, wat gelijk is aan 19,7% van het bruto binnenlands product.